Ze drukt op het knopje om te kijken hoe hoog is. Niemand komt aan onze straat ook werken zonder dat wij er wat van vinden. Daar maken wij ons allemaal hard voor. Tom en zijn vrienden protesteren. De gemeente wil de jongerenwerker in Oostzaan wegbezuinigen. En deze jongeren zijn het daar niet mee eens. Nou ja, de straathoekwerker die organiseert leuke activiteiten met ons, voor ons en kinderen. Maar daarnaast helpt hij en begeleidt hij ook kwetsbare jongeren binnen Oostzaan. Dus ja, het is gewoon belangrijk dat hij zijn werk kan blijven doen. Zonder hem zouden wij dit, al onze activiteiten, zouden we niet kunnen hebben georganiseerd. We doen eigenlijk alles onder begeleiding van hem. Als hij er niet is, dan wordt het voor ons al heel lastig om iets te gaan regelen. Tijd voor actie dus. Gewapend met een doodskist, omdat het jongerenwerk op sterven na dood is, gaan de jongeren naar het gemeentehuis. Het besluit van jullie om de subsidie voor de straathoekwerker stop te zetten per 1 juli vinden wij onbegrijpelijk. De jongeren hebben met veel plezier geholpen. Daarom voelt de beslissing om de subsidie te stoppen als een mes in onze rug. Volgens de jeugd is de jongerenwerker dus onmisbaar. Ook voor de veiligheid van Oostzaan. Bijvoorbeeld met luilak. Vroeger liep luilak heel erg uit de hand. Er stond er met luilak hier altijd wel een peloton ME klaar. Want dan werd het wel her en der door het hele dorp branden gesticht, vandalisme gepleegd. En sinds de straathoekwerker is dat op wc-papieren in je boom en een paar auto's die onder poedersuiker en stroop zitten, vind ik het meevallen. De gemeente gaat in gesprek met de jongeren. Maar voor deze groep is het duidelijk. Straathoekwerk moet blijven. Ja,